Ik herinner mij, als ik 18 jaar was, dat ik op televisie op het nieuws zag dat er een Vlaams cultureel centrum kwam in Amsterdam. Ik weet dat nog altijd. In 1981 was ik 18 jaar. Ik ben Willem de Wolf. Ik ben Nathalie Broods. En ik ben Peter van den Heden. En wij zijn Compagnie de Koe. 30 jaar geleden heeft Peter het gezelschap gesticht. Ik heb dat samen met Bas Teken opgericht toen een Amsterdammer was. Dus het heeft altijd, van in het begin eigenlijk al voor een stuk, heeft het zijn Nederlandse roots ook. Als ik eerlijk ben, heb ik het gevoel dat ik nogal oppervlakkig ben. Dat mijn leven zich vooral afspeelt aan de oppervlakte. In ieder geval denk ik dat ik geen vanzelfsprekende aanleg heb voor diepte. Of diepgang. Geen aanleg voor somberte zelfs. David Foster Wallace, dat is een Amerikaanse schrijver waarover we een voorstelling hebben gemaakt, waar we eigenlijk 3 voorstellingen over gaan maken. De eerste voorstelling die gaat over de biografie van David Foster Wallace, heet David en gaat eigenlijk over het hebben van een biografie. Hoe betrouwbaar is dat en dergelijke. Dus dat is een voorstelling die gemaakt is met de mensen van de Nieuwe Tijd en van Hof van Ede. Een voorstelling die geestig is en complex en inhoudelijk en waar veel om te lachen is, maar ook zeer gevoelig is en ontroerend. Eigenlijk zoals het werk ook van David Foster Wallace is. Zo eigenlijk ook een beetje een soort hopeloze en tragische zoektocht naar authenticiteit. Ja. Hoe kan ik mezelf zijn en hoe kan ik mij zo tonen? Hoe kan ik leven zonder fictie? Hoe kan ik echt bestaan in de meest pure en zuivere zin van het woord? Of besta ik dan niet meer? Ik denk niet meer dat je het nog weet van die keer dat ik toen, maar ik denk niet meer dat je het weet, in 1989 in het Chaffee Theater, dat ik een beetje zo aan je ging zitten en zo, maar dat ik zo een beetje deed alsof ik je ging tongzoenen, maar ik denk niet meer dat je dat nog weet. Het waren allemaal kleinigheden, maar ik wil daar in ieder geval toch mijn verontschuldigingen voor aanbieden. Maar ik denk niet eens meer dat je het nog weet, toch? Jawel, ik weet het nog heel goed, ja. En het was niet alsof. Ik merk dat bijvoorbeeld de directe manier waarop wij spelen, dus eigenlijk het recht vooruit door die wand heen, dat goed aankomt en dat er een snellere communicatie is in die Nederlandse zalen vaak dan Vlaamse zalen. Hoewel het hier ook heel goed gaat, maar het viel me weer op nu met David dat echt goed ging. Dat is nog goed. Een voordeel is met nierstenen, ja. Weinig mysterie. Ja. Ja. Duidelijk ziektebeeld, heel weinig mysterie. Ja. Of je hebt een steen, of je hebt er geen. Nee, precies. Ik herinner mij nog, als ik 18 jaar was, dat ik op televisie op het nieuws zag dat er een Vlaams cultureel centrum kwam in Amsterdam. Ik weet dat nog altijd. In 1981 was ik 18 jaar. Dus ik herinner me dan daarna, als ik daar dan zelf ging spelen, ja, moest ik daar altijd aan denken. En het is vreemd dat dat ondertussen 40 jaar oud is. Het passeert daar altijd toch, elke voorstelling. Dat is wel fijn, want ondertussen spelen we wel minder in Nederland. We passeren altijd wel in Amsterdam en dat is fijn. Ik vind het ook altijd leuk dat we er dan 5 keer staan of zo. Dat je niet al 's avonds terug vertrekt. Het is elke keer weer, Amsterdam. Wat gaan we doen? Morgen brunchen samen en even door de stad. En dat heeft zoiets, altijd datzelfde parcoursje, datzelfde hotel. En wel een andere voorstelling met andere collega's. En ik vind dat heel fijn. Wij thematiseren onze afgewende blik. Goed, hè? Ja? Ja, ik vind het heel of goed. Nog eens? Nee, voor mij staat het erop. Oké, jij zegt het. Nee, zullen we het volgende fragment? Dat is goed. Okay. Hier terug? Ja, daar in dezelfde zetel. Wat een Vlaams cultureel centrum om te beginnen, dat is wel zo, dat zie je ook aan de koelkasten die gevuld zijn en de mandjes vol snoep en fruit. Ja. En pintjes en chips. En, bij Nederlandse theaters is dat niet zo. Daar staat ook een ijskast, maar die er zit niks in. Maar er staat niks in. Die staat zo koud mogelijk, maar er staat niks in.